Oh, wat is het vreselijk, jongens. Waar wij sportschoenen kopen, koopt ze dan gewoon nieuwe sloffen. Opa! Ken jij hem? Goedenavond, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is dinsdag en wij zijn bij zangles. Het is weer musicaltijd. En we hebben even zangles. En dan gaan wij naar het toneel. Hoi Mel. Hi. Hoe is het? Ja, goed joh. Ben je oké? Ik wil zieker uit in het licht. Doe even vanaf boven. Oké, dan valt het licht mooier. Ja, dat is waar. Dan ben ik veel knapper. Fabulous, je hebt altijd knap. Ja, maar niet vanaf zo. Dat is niet... Kijk. Al veel beter. Zo, ik leer even. Maar kom even actief. Actieve houding. Oh. Hup, staan met die billen. En meedoen. Bye. 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 Kijk, ben je lelijk licht? Kijk, Pieter. Wij gaan acte 2 doornemen. Dit stukje van jullie kun je zien als eigenlijk het outro van een liedje. Je hebt wel kans dat je eerst nog een applaus kan doen. Dat je even moet afzetten en terecht. Ja, dat is echt leuk. Wat je dan kan doen bij de staat. Ja, leuk. Doe je hoort het applaus. Echt leuk. Maar we hebben dus allemaal winterhoofd gedaan. En die gaan we straks allemaal uitdoen in een bepaalde angstscène. Maar ik heb mijn outfitje aan. Helemaal zin in. Let's go! Ik ken wel een beetje van Putten. Dat was ook een klein vrouwtje. Die mij niet wil helpen, zou ik niet weten waar mijn vrienden zou helpen. Pak hem in, pak hem. Klusje, meneer Kees. Hou maar aan, zo'n beetje als... neem van mij aan dat dit beter is. Klusje, meneer Kees, het verspreiden. Dat stukje gebruik je om op te lopen. Je hoort lawaai. Mm-hmm. Misschien hoor je zelfs Kees. Nee. Dus maybe jij not. Gaat kijken. Je komt oplopen, loop maar mee. Je ziet dat het Kees is. En je denkt, oké, vechten, vluchten of vriezen. We mogen bijna. Bijna. Maar niet. Ik wil even geen nieuw handschoentje kopen. Ja, dat is mijn peukgeitje. Oké, daar gaan we. We gaan. En neem die samen met je mee. Nee. Dit. Helemaal ready, man. Helemaal ready. Ja, we mogen, we mogen. Wat? Ja, hier van brand. Ja, dan moet je mee. Ja, we wachten. Ja, dat kon ik niet zijn, maar voor ah, mag bijna. Daar komt hij. Let op. Ik heb mijn tekst. In de ringvers. Welke Kees? Ken jij hem? Oh, die Kees van Zena! Er is geen Kees van Zena. Goedemorgen! Morgen. Het is vrijdag en mama en ik die gaan even onderweg naar kampen. We hebben even boodschapjes gedaan. Daar, zo in die tas. Want opa die is maandag geopereerd aan zijn heup. Hij heeft een nieuwe heup gekregen. En hij ging woensdag naar huis. Ja. Maar het gaat echt super goed en daar zijn we heel erg blij mee allemaal. We gaan eventjes kijken hoe het nu met hem is. Even langs en kijken. Ja, hij... Weet je wat gek is? Hij loopt altijd al gewoon een beetje naar voren, toch? Een beetje krommig. Maar nu, door die nieuwe heup, staat hij al veel meer rechtop. En dat vinden we echt bizar om dat te zien. Nou, hij groeit weer. Nog ja. Leeftijd. Dus wij gaan eventjes op richting kampen. Kijk hoe het met opaatje is. Let's go. Nou, we zijn er. Eens even kijken hoe die man zich voelt. Ik denk goed, hij stond al te zwaaien. Sleutel, let's go. Opa! Joe! Hallootjes, kerel! Goedemorgen, wat leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed, hè? Ja? Rustig gedaan. Wat goed. Wat leuk dat jullie zijn. Normaal. Ach, lievertje.
Ik ben inmiddels weer thuis en gelukkig ging het goed met opa. Hij heeft nog wat napijn, maar dat ja, moet gewoon weggaan. En dan is hopelijk de grootste pijn die hij had gewoon ook weg. Hij krijgt fysio en thuiszorg, dus dat is gewoon heel erg fijn. Dus hij redt zich wel, die man. Dat is heel erg fijn. Daarna zijn mam en ik eventjes naar Dronten gegaan. Gingen we even lunchen bij de Reden. Ik heb hier even een fotootje van wat we hadden. Oh, het was zo lekker. Het was zo lekker en ik heb het heel warm. As you can see. Toen zijn we even boodschappen gaan doen. Ja, weet je, als je daar dan toch bent, kan je net zo goed boodschappen doen. Daar viel iets in de kast. En toen hebben we Shine gepast, want we hadden echt voor belachelijk veel geld Shine besteld. Maar daarvan moet ook weer meer dan de helft retour. Dus dat heb ik hier nu in een grote doos retourlabeltje printen. En dan morgen eventjes brengen naar het DHL-punt. Dat. Het is 4:30. Ik ben echt net thuis. Ik ga eventjes nog op de bank zitten. Strakjes eten. En vanavond ga ik richting Corina. Want we hebben binnenkort een musicalkamp. En er is ook een soort open podium. En dat willen we gaan doen. Alleen we weten nog niet wat. Dus dat gaan we eventjes bekijken. Helemaal gezellig. Goedemorgen. We zijn op mijn zolder. We is Corina en ik. En wij gaan even de zwarte muur fixen. We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat het wel kunnen. Deze muur gaat er worden. Pas op nou, hè. Met muurglad. Nou, weet je, we gaan ervoor. Let's go. Oké, wij zijn voor nu klaar. Dit is, nou ja. Mijn voorhoofd. Ja, jij hebt niks gedaan. Hou je wel. Het is zeg maar zo, dat die kringen die je hier zag, die staken helemaal uit. Maar die zijn nu als het goed is nog een beetje glad. En verder, ja, je hebt wel wat dingetjes zoals hier en hier. Maar weet je, het is ook de zolder. Het is oké. Het is in elk geval al beter dan dat het was. Opdrogen en hopelijk misschien volgende week verven. We gaan het zien. Wij zijn ondertussen naar de stad gegaan en we zijn eventjes bij de Scapino. Want, ik weet niet of ik dat eerder had verteld, de fit challenge van karakter. Of misschien heb je het gezien in de vlog. Ik wilde zeggen, ik zet jullie even neer, wacht. Oké, maar. Nou meid, top! Maar Corina en ik die zijn helemaal geïnspireerd om te gaan hardlopen. En we hebben dat vroeger samen gedaan, maar ik kon het gewoon niet. Welke was je grote voeten, links of rechts? Links. Maar we zijn helemaal geïnspireerd om te gaan hardlopen. Dus wij zijn helemaal in outfit. We hebben schoenen en zo'n bodywarmer. Nou, bodywarmertje. Let op. Kijk nou, wat een mooie schoentjes. En een bodywarmertje. Nou, ik zeg, we kunnen. Kijk, waar wij sportschoenen kopen, koopt ze dan gewoon nieuwe sloffen. En dat past er wel bij mijn andere schoenen. Dat was moeten zijn. Lekker hè? Ja, heerlijk schat. Lekker hoor. Anderen doet ook. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ga ervoor. Ik ga hardlopen. Check even mijn outfit. Bam! Nieuwe schoentjes. Een bodywarmertje. Een thermoshirt. Oké, we gaan. Let's go. Ik heb nog nooit... Oké. Dit had niemand gedacht. We gaan ervoor. Les 1 met Evie. Let's go. Oh, wat is het vreselijk, jongens. Ik kan nu al niet meer. Ik heb 2 minuten gerend. Nee, ik moet echt even conditie opbouwen, want dit gaat helemaal nergens over. Ging het goed, lieverd? Ik kan niet meer. Maar op het eind heb ik wel 1 minuut volgehouden en dat was voor mij echt heel veel. Heel goed, schat. Oh, ik kan echt niet meer. Oh, je moet nog helemaal van nul beginnen. Nee, dat is waar. Inmiddels ben ik weer bijgekomen hoor, mens. Oh. Maar wat ik dus al zei, ik heb de laatste minuut heb ik dus echt volledig hard gelopen. En dat is gewoon echt heel veel voor mij. Want de eerste keer dat ze zei, we gaan nu
een minuut lopen. Nou, dat is dus hardlopen. Nou, ik was 30 seconden, nog niet eens 30 seconden bezig en ik kon al niet meer. Maar dit is gewoon echt opbouwen, doorzetten en gaan. En ik wil het wel echt volhouden, want ik heb niet voor niks gisteren vet veel geld uitgegeven aan een bodywarmer en aan schoenen. Maar we gaan ervoor. Daarnaast zijn Stan en ik nog eventjes naar de Albert Heijn gelopen. Dus nog meer beweging. En nu is het klaar met de activiteit op deze zondag. Ik ga even deze vlog afmaken. En dan gaan we even lekker Wie is de Mol terugkijken van gisteren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!